Stichting SUEID heeft een bedrag van meer dan 4,3 miljoen Surinaamse dollar ingezameld ten behoeve van de neonatale intensive care unit NICU van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP. Stichtingsvoorzitter Giovanni Zeggen zei vandaag tijdens een persconferentie in het ziekenhuis erg ingenomen te zijn met de bijdrage van de samenleving. We hebben als bestuur omgekeken naar waar is er nood en waar kan je duurzaam helpen aan het oplossen van die nood. En om de jongste Surinamertjes de kans te geven om een goed leven te hebben, wat is er duurzamer dan dat? Met alle respect gesproken. Voor alle andere dingen waar de nood ook is, maar ik denk dat baby's, kinderen, misschien doordat deze actie is gedaan, kunnen we het leven redden van een toekomstige specialist of de toekomstige president. De toekomstige gouden medaille winnaar voor Suriname. En dat is eigenlijk de overweging geweest. Zeggen geeft verder aan dat er voor volgend jaar ook een groot project is gepland door SUEID. In verband met het 10-jarige bestaan van de stichting wordt er iets speciaals gepland en een mogelijke inzamelingsactie zal eerder beginnen.